Hey kijkers, dit gaat Zars, welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik weer verder bouwen aan de custom map Hole in the Wall. En de vorige keer, aan het eind van de aflevering, toen kwamen we erachter, want we hadden die hele muur hadden we helemaal gemaakt, die werkte. Er was alleen één bug, en er was een moment dat je een level haalde, dan was er niks aan de hand, dan kwam je gewoon een button en kon je door naar het volgende level. Maar als je het niet haalde, dus nu zo, nou ik haal het niet, je wordt hier ingeduwd en je krijgt nog een kans. Op het moment dat ik hem nu wel zou halen, dus na de keer dat ik hem niet haalde, dan kwam de muur nog een keer. Dus er kwam wel die button. Zo, tada, ik heb hem gehaald. Dan kwam die button wel. Maar dan ging die muur die ik net had gehad, die kwam dan nog een keer. En dat kwam omdat hier dit blok, dat controleert of er deze klei onder een speler zit. Zo ja, dan zet hij hier een redstone blok neer. En nu, als dit kwartsblok hier staat, dan is de speler af. En als die hier staat, dan is die niet af. Maar toen zorg je dat ervoor. Dus dat. Hier wordt het gereset, zeg maar. Ik ben echt veel te moeilijk uitleggen. Hier wordt het gereset. Hier had ik reset staan dat dit blok weer wegging. Zodat je een tweede kans kon krijgen. Maar die reset was voordat je getp'd werd. Dus op het moment dat het werd gereset, dit blok. Dan detecte dit blok, was er nog steeds klei. En dan kwam hier nog steeds dit blok te staan, opnieuw. Ik denk niet dat veel van jullie het niet snappen, maar ik snap het in ieder geval. Dus wat ik heb gedaan, ik heb hier een repeater neergezet. En hier een nieuw commandblok die dit blok naar R zet. En nu werkt het gewoon zoals het zou moeten werken. Ja, nou het is misschien echt moeilijk. En ik denk dat de meeste van jullie niet zullen snappen wat ik net allemaal heb zitten zeggen. Maar het werkt en dat is het belangrijkste. Zo, nou. Zo, even kijken. Nu komt dus die muur. Oh, ja. En nu heb ik hem gehaald. En er komt automatisch een nieuw level bij. Oké. Wat we nu dan gaan doen, nu gaan we berichten sturen als iemand een level gehaald heeft. Dus je hebt het gehaald of iets in die richting. Wat we dat gaan doen, we gaan hier eventjes een commandblok neerzetten. Zo. Hier. En hierop. Hier zetten we in. Oh, dit is met NBT. Dat moeten we niet hebben. Zo. Zo. Hier zetten we op, tell row, of doen we een title, wat zullen we doen? Ik vind een title leuker. Title, add a title. Text. Oh, nee, fout. Text, punt, veel, comma, color, dubbele punt, red, zo. En dan zetten we er een subtitle naast. Title, add a subtitle, text, dubbele punt, try again, comma, color, dubbele punt, red. We doen gewoon twee keer rood. Oké, dan zetten we hier in, title, add a title, text, dubbele punt, hoe zullen we dat doen? Succes. Zo, nee, dat is eigenlijk verkeerd. Hoe gaan we dat invullen? Wat is het goede Engelse woord om in te vullen dat je iets gehaald hebt? You did it. Als iemand een beter idee heeft, laat me achter. Ik kom er nu even niet op. Zo. En dan doen we title, add a subtitle, text. Press the button for the next level. Comma. Color, dubbele punt, green. Zo. Oké, we gaan hem testen. We zien wel wat er van komt. Dus eerst gaan we de file testen. Zo. Ik heb de muur trouwens ook wat sneller gezet om te testen. Vinden jullie een snelheid die we moeten houden? Of hebben jullie zoiets van, nee, dat is veel te snel. Of te langzaam. Nee, te langzaam, dat lijkt me sterk. Fail, try again. Oké. Nu is hij weg. En spring. En dan komt er. You did it. Press the button for the next level. Oké. Dus dit is nu ook weer helemaal af. Oké, dan moeten we nu even kijken wat we nu gaan doen. Ik weet niet of ik multiplayer modus nog ga toevoegen. Want dat wordt echt wel moeilijk hoor. En de helft van de muren klopt ook nog niet. Zo muren zoals die met die schilderijen en zo, die gaan niet mee. Ik weet niet waarom.
Dit heeft ook geen zin, want als die muur je zo tapeet, dan, ja, dan kom je wel in sneeuw te staan. Maar hij detect of je in een kleiblok staat, dus niet in sneeuw. En met al die trapdoors heeft het ook geen zin met deze. Dus dat moeten we op een andere manier even moeilijker maken. Maar daar kijken we dan wel naar. Een multiplayer, ja. Ik denk dat dat net wat te veel werk wordt. Slash tp 0100. Gaan we hier eens even kijken. Dus mode singleplayer, multiplayer. Ja, 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 ja. Ik weet het niet hoor. Even kijken, waar was dat de command block alweer die dat deed? Deze. Oh, mp, sp. Oké. Okay. Dat zit hieronder dan. Ergens. Deze zit hier, csp. Oké, okay, dan gaat deze weg. En die gaat ook weg. Zo. Nou, dus de map wordt wel singleplayer dan. Ja, het is misschien wel even jammer, maar ik ga dit niet allemaal multiplayer maken nu. Dat had ik sneller in het begin moeten doen en meer rekening mee moeten houden. Maar ja, we moeten hier wel even de titles bij zetten, want nu is het dag. Title, add a title, text, oh, dubbele punt, time set to, dubbele punt, comma, color, dubbele punt, yellow, nee, gold is mooier. Klopt het zo? Ja, oké. Okay. Deze zetten we alsjeblieft hier neer, want dit moet bij allebei. En dan zetten we hem hier, zetten we hem neer op title, add a title, text, dubbele punt. Nee, dit was nighttime, nighttime, comma, color, dubbele punt, black. Ik weet niet of dat gaat. En het moet trouwens een subtitle zijn, geen title. Zo, so, deze zetten we dan hier op, zo. So, text, dubbele punt, ta-ta-ta-ta-ta. Daytime, color, dubbele punt, yellow. Oké, okay, we gaan hem testen. Eens kijken of het werkt. Zo, so, dus dan gaat deze gaat weg. Daar doen we dan wel, verzinnen we wel wat anders op, wat we misschien nog kunnen toevoegen. Time set to nighttime. Oeh, dat zie je wel heel slecht, hè. Zo, so, time set to daytime. Oké, okay, die nighttime moeten we gaan veranderen. Ik denk dat we daar blauw van maken. Color, dubbele punt, blue. Zo. So. En dan proberen we het nog een keer, zo. Oké, okay, en nu komt er helemaal daytime, nighttime. Time set to nighttime, en nu time set to daytime. En nog een keer nighttime en daytime. Oké, okay, dat werkt. Alleen de times moeten we nu even veranderen. En denk je, wat heeft hij nou weer over? Title at a times, dat is hoe vaak je een title wilt displayen. Dus title at a times. Oh. Ik denk hier iets van 3, 10, 0. Oké, okay, zullen we die eens proberen? Zo, we gaan het vanzelf zien of het werkt. En dan komt het staan zo. Oeh. Oké, dat zijn niet. Daytime. Oké, okay, wacht. Dat was te kort. Dat moeten we anders doen. Even kijken. Tijd uit de times. Wat zullen we ervan maken? 5. Nou, of we houden het gewoon 0, 20, 0 of zo. Dat kan ook nog. 0, 20, 0. Zo. En die zetten we trouwens even hier neer. Ik ga hem niet hieronder neerzetten, want dat is wat onhandig dan. En deze kunnen we hier achter zetten. Zo. Time set to. Daytime. Oeh, dat is wel heel kort, hè. En nighttime werkt niet eens. Daytime. Die van nighttime die doet het niet. Waarom doet hij niet? Waarom werkt nighttime niet? Zo, nu is het nighttime. Even kijken. Time set 18.000, dat werkt wel. Nighttime, bla bla bla. Oh, wacht, pakt hij dit wel? Wacht, als we dit zo doen, hè? Nee, wacht, dat werkt niet. Ah! Help, paniek. Oké, okay, weet je wat we doen? Dit doen we even allemaal weg. Deze zetten we hier neer, die command. Zo, die kant op. Maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar toch. Zetten we deze hier op. Zo. Dan pakken we even een repeater. En dan gaan al deze command blocks, behalve deze. Deze die moet blijven staan. Maar deze twee, die en die, die moeten hier naartoe. Zo, even kijken. Hier zo zetten we die dan neer. Dan moet deze moet daarheen. Zo, kijk. Nu moet het dan toch werken. Time set to daytime. En time set to nighttime. Oké, okay, dat werkt helemaal mooi. Dan gaan we nu even terug naar waar we waren. Maar we zetten het wel af naar daytime. Slash tp. 1000, 100, 1000. Zo. En nu komen we meteen hier. Mooi.
Als het night is, ja, dat kan gewoon. En als het day is, dan... Ja, ik weet niet wat ik leuker vind. Want we moeten ook even op de lichten letten nog. Of het overal genoeg licht is. Maar het komt wel. Wat we nu moeten doen, moeten die titles hier gaan we ook even aanpassen. Qua times. Hier zo. Title. Het... wacht, die kunnen we hier achter zetten. En dan pakt hij ze ook weer allebei tegelijk. Ja, volgens mij wel. Ja. Title. Het times 0. 20, 0. Oké, laten we die eerst proberen. Zo, kom maar, moet de void in. Doei. Oké, drukken we hier op de knop. Zo. En nu is het een kwestie van wachten op de muur. Oké. En nu, ik heb gefaald. Ah, ik faald. Nee, pat. Paniek, fail, try again. Oké, dat was misschien iets te kort. Dan moeten we iets langer. Maar wat ik bedoelde te zeggen is dat op het moment dat je hier staat met die trapdoors, dat werkt niet. Hij pusht je automatisch daarheen. You did it, oké? We gaan hem sowieso eventjes wat langer maken. Echt, ik spring er de hele tijd van hard op de tak. Dit is zo irritant om naar te luisteren. Nou, ik hoop niet te irritant. Oké. Dit is hij. Eigenlijk valt tot nu toe wel mee met hoeveel commandos we het hele ding in elkaar gezet hebben. Als je hier naar kijkt, zo. En dan hier zitten nog wat dingen. Eigenlijk is dit hier, dit is gewoon alles van de hele map tot nu toe. Maar dat maakt niet uit. We moeten sowieso even die muren gaan aanpassen. Laten we dat eens eerst gaan doen. Even kijken, muur 1 is goed. Muur 2 is ook goed. Muur 3 is goed. Muur 4 is ook goed. Deze muur, die moet anders. Dan gaan we eventjes naar kijken. Eens even kijken, wat kunnen we toevoegen? Ik weet het zo niet. Oh, wacht. We kunnen met banners kunnen we ook verschillende ingangen maken. Ik weet niet. Misschien met een deur openmaken of zo. Ja, zullen we dat doen? Dat je op tijd een deur moet... Nee, het heeft ook geen zin. Want dat tapet hier gewoon daar voorbij. Ah. Even kijken. Wat kunnen we allemaal doen? Een enchanting table. Werkt dat? Wacht, als we dan hierheen gaan, hè. Naar die waar we die snow nog hadden staan. Deze. Als je hier nu op... Oké, dan hebben we hier een slab nodig. Deze pakken we dan. Zo. En we moeten het zo maken dat als je in een enchanting table staat, dat die dan ook hier erbij gaat staan. Zo. Slash clear. Execute at A. Oh, zo, Ctrl A. Detect. Min 1 Minecraft dubbelpunt. Ik denk dat het enchantment table is. Enchantment table. Zo. Enchant. En Minecraft enchanting table. Nee, oké. Okay. Het enchant. In table moet het zijn. Yes. Oké. Okay. Dan doen we deze zo. Deze zo. Deze zo. En deze zo. Oké. Okay. En dan gaan we nu testen. Want welk level is het? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Level 8 is dit. Oké. Okay, dus we zetten. Slash. Oh, wacht. Dit gaan we even anders doen. We gaan hier staan. Slash scorebord. Player set. It's last level. Level 8. Oké. Okay. Een kwestie van testen. Als het goed is, als ik nu... Oh, wauw. Zie je ook hoe dat de hele tijd gekloond wordt. Dat boek draait de hele tijd. Oké. Okay. Pas. En nu moet ik af zijn. En dat werkt niet. Oké. Okay. Ik heb het gehaald, maar ik heb het niet gehaald. Waarom werkt dit niet? Exit at testblok. Wacht, we gaan het gewoon testen. Enchant. Die dingen zijn niet met pistons te pushen, hè, dacht ik. Ik weet niet zeker, maar... Redstone. Wel? Nee, dat dacht ik al. Oké, dan gaan we op een andere manier doen. Dan doen we het zo. Zetten we hier pistons neer. Waarom gaat die aan? Oh, zit hier onder iets of zo? Ik denk dat hier onder wat zit. Oké, okay. Hier een blok. Dan hier blokken. Zo, zo, zo. Dit eromheen. Om eventjes te testen of het wel werkt. Nou, dan moeten we eventjes hier een blok plaatsen. Een redstone blok. Zetten we hier een redstone neer zo. Moeten we daar een blok plaatsen. Nou, dat moet er te doen zijn. En dan. Oké, hij pusht hem niet naar de enchanting table. Dat moeten we dan even anders doen. Doen we het zo. Poging 2. Zo. Pusht hij me er nu wel naartoe? Nee, nog niet. Dan gaat het gewoon nog op een andere manier doen. Wat we dan doen. Zo. Slash setblok. Minecraft enchanting table. Oeh, dit werkt niet. Dit doet hij dus niet. Testblok 0, 1. Oh, dit moet 0 zijn. Zo.
Juist, oké. Okay. Dus dat gaan we proberen. Als het goed is doet hij het nu wel. Slash scoreboard. Player set its last level 7. Oké, okay. En dan wordt de kwestie van... Oh nee, we moeten het volgende level hebben. Die komt er nu aan. Ik heb het systeem kapot gemaakt. Oké, okay. Maakt niet uit. Oh, veel. Oké, okay, ja, nu komt deze. Dan is het goed. Oké, okay. Dus nu wordt de kwestie van wachten. Oh, dat boek wordt de hele tijd zo getapeet. En nu haal ik het niet. Nee, oké, okay, mooi. Oké, okay, dat werkt. En oké, okay, even kijken of het halen is met springen. Oh, moet ik er wel in gaan staan. Zo. Da, 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 da. Oh nee, dat faalde. We proberen het nog een keer. Oh, wacht, ik snap het al. Als je op een enchanted table staat, zie je dat dan ook alsof je erin staat? Zo. Zo, zo. Nee, 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 nee. Oh, you did it. Hé? Wacht, als ik nou een enchanting table pak, hè? Oh, we gaan er gooien in. Dat moeten we niet doen. Een enchanting table. Als ik die pak, zo. Ik moet even snel naar boven vliegen, want dit gaat niet werken. Als ik hier nu een enchanting table pak en ik ga erop staan. Ziet u het anders dat ik erin sta? Ja, oké. Okay, dit is kut. Dit is echt heel stom. Enchanting tables gaan niet worden. Oké, okay, dan kunnen we dit ook al meteen weghalen allemaal. Dat is alles voor niks. Ah, oké. Okay. Het is overduidelijk dat ik nieuwe ideeën voor muren nodig heb. Die eigenlijk, ja, een beetje hetzelfde zijn als al deze. Wat we wel kunnen doen, dingen die met die barriers hier, die kan wel. Maar dan moet ik even barrier toevoegen. Maar dat is op zich niet zo'n probleem. Dan pak ik gewoon deze en deze. Zetten we hier neer zo. Minecraft dubbele punt barrier moet hier dan komen te staan. Zo. Oh, 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 paniek. Barrier. En hier ook een barrier. Zo, Minecraft dubbele punt barrier. Oké. Okay. Zo. Deze zo hier neer. Ads, flat, ads, gedee. En patkring. Zo. Nu zou ons goede zo level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Level zit er net niet bij. Natuurlijk niet. Waarom ook wel? En wat is dit level? Wat houdt het in? Oh, dit is zo'n dubbel level. Wacht, die wil ik dan even proberen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Level 9. Oké, okay, dan gaan we level 9 doen. We hoeven alleen maar op de button te duwen als het goed is. Hats, flat. Oké, okay, daar komt. Eerst zit een beetje te doen. Uit dit tempo. Zo. Zo, muur voorbij, muur voorbij. En rennen, 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 rennen. Joho, ik heb gehaald. Nou, je ziet het pressure button voor de next level. Oké, okay, dat wordt dan level 10. Deze wordt dat dan. Nee, 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 dat is trouwens niet waar. Het wordt deze. Deze is niet te doen, dat weet ik nu al. Daar gaat die muur veel te snel voor. Kijk maar, als je dit gaat doen. Want dan moeten we datzelfde stuk afleggen in één lijn. En dat wordt denk ik een beetje te veel van het goede. Kijk maar, als je dit nu zo doet. Zo, wat slaat. Bam, 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 bam. En faal. Oké, okay, dan gaan we die muur. You did it. Waarom kwam het te staan dat ik het deed? You did it. Hè? Wacht, waarom stond er you did it? Ik snap het niet. Dit is de times. Waarom stond er dat ik het... You did it. Hè? Microfuus. Oké, okay, dus dan moet dit blok moet ingetrokken zijn geweest of zo. Oh, wacht. Nee, ik weet het waarom. Omdat ik... te vroeg hiervan afging. Oké, okay, niks aan de hand. En nu gebeurt er niks weer. Nee, dat dacht ik al. Oké, okay, dan ga ik het hierbij laten voor deze aflevering. Mocht jij even mij willen helpen, dat zou ik echt zeer op de prijs stellen, dan moet je een muur bouwen. Een muur bouwen zoals deze. Meer zoals even als deze eerste vier. Zoiets verzinnen. Ik weet niet wat. Deze is ook goed, deze. Maar verzin maar iets waarmee ik een muur kan bouwen. Een muur mag maximaal 4 breed zijn. Anders dan gaat het niet werken. Ja, verzin maar wat, want op deze manier ga ik er niet uitkomen. Ik weet oprecht niet meer hoe ik dit moet gaan doen. Met die barriers, dat kan nog wel, met die vines. Maar al die muren met die iron dingen hier, met... Even kijken, nee, niet deze. Waar zijn ze? Hier, deze. Deze, die gaan niet werken. Die paintings gaat ook niet werken, volgens mij. Die enchanted table gaat niet werken. De sneeuw gaat ook niet. Ja, sneeuw kunnen we aanpassen op zich. Maar daarom laat eventjes een muur achter of een idee in de reacties. Of stuur een screenshot naar Twitter van een muur die jij hebt gemaakt. Dan kan ik die ook gaan toevoegen. Want momenteel weet ik echt niet wat ik moet doen. Nou, vind je het nog steeds een leuke serie? Ik hoop het wel.
Want ik denk dat we trouwens al bijna bij het einde zijn. Ja, we hebben het grote deel al af. Misschien we moeten een aantal muren toevoegen. En dan nog zo maken dat als je finisht dat het dan ook helemaal goed is. Maar vond je nou een leuke aflevering? Laat er even een like achter. Deel deze video even met iedereen die je kent. Want ik krijg iedereen. Laat een reactie achter ja, van zo'n muur. Of stuur wat naar mijn Twitter. Of geef een tip over de map die ik nog kan toevoegen. Iets leuks. Want bij de spamblik wil ik eigenlijk ook iets toevoegen. Zo'n nighttime, daytime ding. Nou ja, als jij nog ideeën hebt, laat dan even achter. En dan abonneer me op de hoogte blijven wanneer ik weer een nieuwe video upload. See you all later.